staatssecretaris van fraudebestrijding bent u uiteraard bezig met de strijd tegen sociale dumping. Kan u mij vertellen wat het maatschappelijk belang is van deze strijd en welke maatregelen u tot dusver heeft genomen om sociale dumping in te dijken? Het is zo dat wij de laatste maanden ongeveer 80% van onze tijd alleen maar in sociale dumping steken. We hebben eigenlijk gezien eind vorig jaar dat de maatschappelijke schade van wat ik een economische aanslag vind, want bedrijven moeten sluiten, mensen verliezen hun job door sociale dumping. We hebben een speciaal actieplan gemaakt dat eigenlijk zorgt dat er een speciale equipe alleen daarmee bezig is. Transport, bouw, maar ook schoonmaak, vleesverwerking. Dat is nu volop bezig. Heel veel acties, heel veel gerichte controles om precies die sociale dumping een halt toe te roepen binnen het Europees kader dat nog steeds zeer moeilijk is om het een halt toe te roepen. Heeft u bondgenoten in deze strijd gevonden? Ja, maar we hebben ook moeten zoeken. We hebben moeten zoeken omdat de eerste keer toen we bij Europa echt aan de alarmbel hingen, Europa zei er is geen probleem, maar er is een immens probleem. Het daagt nu ook in andere landen en er zijn steeds meer bondgenoten omdat de schade te groot wordt. En vreemd genoeg, want daar denkt men niet vaak aan, zijn het ook de ondernemers die ondertussen een bondgenoot zijn. Omdat zij goede bedrijven niet meer overeind houden door de aanslag die sociale dumping is. Traditioneel wordt sociale dumping geassocieerd met sectoren zoals de vleesverwerking, transport, de bouw. Maar ook de metaalkrachten kampen met het probleem. Daarvan getuigt het geval van de honderden schijnzelfstandigen uit Oost-Europa die waren aangesteld bij de toeleveranciers van Volvo in Gent. Ziet u uw beleid erop toe dat ook de metaal, uw beleid wordt beschermd tegen sociale dumping? Is uw beleid sectoroverschrijdend genoeg om alle sectoren te beschermen? We hebben een aantal wetsaanpassingen gedaan die eigenlijk algemeen zijn. We hebben ons gefocust op de bekende sectoren waar er een groot probleem is. Maar we passen ons voortdurend aan. En niet alleen naar de metaal, maar zelfs naar de gezondheidszorgen moeten we bijkomende maatregelen nemen om het een halt toe te roepen. Ik heb de indruk dat doordat er jarenlang te weinig tegen die dumping is gebeurd, dat de echte fraudeurs en bijna criminelen soms, want het gaat om uitbuiting van mensen, zich verleggen naar alle sectoren waar ze denken veel geld te kunnen verdienen op kap van anderen. En wij gaan voortdurend onze aanpak wijzigen als nodig is in alle sectoren waar het probleem opduikt. Ik hoor dat u heel veel maatregelen neemt tegen sociale dumping. Zou er meer kunnen gebeuren? En zou de SPA als partij, als politieke partij, meer kunnen doen? En kan de vakbond ook een rol spelen? De vakbond kan een zeer grote rol spelen. En ik denk dat het een probleem is dat we alleen maar kunnen aanpakken als regering plus sociale partners dat samen aanpakken. Dat is tot nu toe ook wat er is gebeurd. Niet alleen bij de wetswijzigingen, maar ook bij de controles. En kunnen we meer doen? We moeten meer doen. Ik vind, en ik heb dat gisteren ook aangekondigd in het plan fraudebestrijding voor de komende jaren, dat we echt een methodiek moeten maken om degenen die echt uitbuiten en degenen die echt een aanslag plegen, om zeer ver te gaan in de maatregelen. Dus noods bouwwerven sluiten, vrachtwagens aan de kant zetten. Het maakt niet uit als het maar stopt. Dank u wel.